Een beetje overbelicht zo, hè? Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag even een andere soort opzet. Ik ga vandaag weer een unboxing video filmen. Die heb ik al miljoen gemaakt, maar normaal maak ik die boven in mijn beauty room. Ik heb één keer eerder het in deze meer vlogstijl gedaan en ik vond het wel leuk. Dus ik dacht, ik ga het gewoon weer doen. Dus iets meer een vlogstijl, iets minder voorbereid, als ik het zo kan noemen. Iets minder stijfjes. We zijn gewoon lekker vandaag vlogstijl. Lekker losjes. En ik heb weer een heleboel pakketten ontvangen die ik met jullie wil gaan openen. Ik heb sommige betaald. Meeste zijn PR. Sommige betaald als het goed is. En het is van alles. Het is een beetje alles omtrent beauty, et cetera. En ja, ik dacht, er is nou zoveel binnen. Het is van een week. Het zijn ongeveer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tot 10 pakketjes. En ik dacht, laten we samen gaan kijken wat ik allemaal heb gekregen. Ik ben na 5 jaar hier op YouTube nog steeds zo dankbaar dat ik zoveel PR krijg. Helemaal na deze afgelopen half jaar tot een jaar, dat ik niet echt heel veel heb gepost, blijven bedrijven mij toch gewoon van alles sturen. Daar ben ik echt zo dankbaar voor. En ja, we gaan gewoon vandaag met z'n allen kijken wat we hebben ontvangen en wat we ervan vinden. Ik praat in we, maar het is eigenlijk gewoon ik. Maar ja, whatever. Let's do this. Oké, jongens, dit zijn alle pakketjes. Ik ben nou in de kleine slaapkamer. Ik ben niet in mijn normale kamer. Dit is mijn halve keuken. I love it. Jongens, ik heb dit apparaat gehaald. Ik ga stuk. Dit is een prikmaakapparaat. Dit apparaat maakt dus prik. Dus je moet hier gewoon water in doen. En dan zo hierin doen. En dan maakt hij het gewoon, ja, prik. Dus rood. Maar ik mix het dan altijd met thee. En dan heb ik gewoon een soort van rice thee zonder al het slechte erin. Dus I love het apparaat. Ik zal ook wel even een linkje plaatsen in de beschrijving. Dit zijn alle pakketten die ik heb gehad. Ik heb sieraden. Ik heb dit. Ik weet niet wat dit is. Ik heb kruidvat. Een make-up. Wife food. Een tas. Een make-up. En nog twee pakketten van Chiquel. En oh, volgens mij daar ook Shein. Dus ik heb kleding, sieraden. Ja, echt gewoon van alles. Dus laten we gewoon beginnen. Ik ga beginnen met sieraden van She Said Yes. En dit is een PR pakketje. Deze heb ik ontvangen van hun. Ik heb al eerder een ketting van hun gehad. Die had ik ook laten zien in een video. En nu heb ik weer een ring van hun gekregen. Oh my gosh, ik kan niet wachten. Ik heb hem dus alleen maar online uitgezocht. Dus ik ben heel benieuwd hoe die in het echt gaat zijn. Best wishes to you. Ook echt heel mooi verpakt. I love it. Heel luxe. En het is 10k goud, by the way. Nou, dit is de verpakking. Je hebt zo'n lintje. Je hebt een handige bag. Dit vind ik wel echt super handig om het dan in te doen. Oh my gosh. Hij is ook echt best wel groot. Ik ga stuk. En dan hier het sieraad. En nou is het dus een ring. Ik hoop dat hij past. Want ik heb mijn maat echt gewoon zwaar gegokt. Ik heb best wel smalle vingers. Dus ik hoop dat het lukt. Ga ik dit kunnen openen met één hand? I don't know. Nee. Oh my gosh. Hier is hij. Het is een hele kleine ring. Ik ging voor echt iets kleins. Ik wilde een beetje deze vibe die ik dus hier al om heb. Maar dan in echt goud. Want die ik nou om heb is nepgoud. Dit is 10k goud. Oh jongens, I love it. Wacht, ik ga even in het licht. Misschien kunnen jullie het dan wat beter zien. Jongens, I love deze ring. Zo mooi. Oh my goodness, hij past. Wacht, waar kan ik staan om het beste te laten zien? Kijk even dit jongens. Welke maat heb ik? Ik heb maat, die staat hierbij. Ik heb maat 15 plus 75. Dat had ik echt gedaan op mijn wijsvingermaat. Die is ietsje groter. Ik ben hier echt super blij mee. Dus nou heb ik van hun een ketting en een ring. En natuurlijk laat ik jullie niet achter zonder een kortingscode. Die staat ook beneden in de beschrijving. En dan heb je wat korting, want het is echt goud, dus wel wat prijzig. En ze hebben echt superveel. Ze hebben 10k goud, dat is dus die ik heb. Maar ook heel veel andere goud. Je kunt hem helemaal maken, de kleur die jij wilt, goud, whatever. Dus het is echt een fantastische website. Ik ben er echt heel blij mee. Love it. Next up is Y-Food. Jongens, ik weet dat jullie gek worden van mij en mijn Y-Food. I know, maar het is echt gewoon amazing. Even kijken wat ik weer heb gehad, want ik heb eigenlijk geen idee. Oh mensen, ik heb maar een uur om deze video te maken. Dat is niet heel lang. Oeh, ik weet niet of ik jullie deze al ooit heb laten zien, want ik ben echt een fan van de shakes. Die zitten vast in die andere doos. Maar ze hebben dus ook allemaal van dit soort bars. En dit is volgens mij echt gewoon als een snack als het goed is. Dus niet echt een geheel ontbijt. Ja, volgens mij wel. En ze hebben dus echt een heleboel smaken. I love it. Oké, dan de shakes. Echt super zwaar. Ik had ook een berichtje gehad van een van jullie. Die had dus ook door mijn video's de Y-Food shake besteld. En ze was echt obsessed en in love. En ze had mij bericht. Dus ik vind het altijd zo leuk om te zien dat ik niet de enige ben. En dat jullie het ook echt tof vinden.
Oh, wacht, er was gewoon heel tijd iets in beeld. Oké. Okay. Dit zijn volgens mij de nieuwe zomerse smaken. Die zou ik al afgelopen maand moeten hebben gehad. Maar ik had ze dus nog niet gehad. Dit zijn de fruity smaken volgens mij. Dit is fruity mango. I love mango. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. En ik heb hier fruity strawberry. Wat leuk. Zo ziet zo'n flesje eruit. Echt ideaal voor de zomer, jongens. Als je nou niet weet wat je wilt doen, wat je wilt hebben, welke smaak, je bent nieuw, haal dan gewoon het Taste pakket. Want dan heb je gewoon een aantal smaken in één pakket. Hoef je ook wat minder te betalen. En dat is gewoon echt ideaal als je gewoon nog wilt, ja, oefenen, wennen aan de smaken. Maar deze twee fruity smaken zitten niet in dat pakket. Dus die moet je echt opnieuw bestellen. Dus hier ben ik heel blij mee. En ik heb een kortingscode voor jullie. Staat ook beneden in de beschrijving. Nou, aangezien ik hier al zit, laat me gewoon verder gaan hier. Het bevalt me wel. Oh jongens, het is zo heet. Het is echt 28 graden of zo. En ik ben hier met een hele mouw en alles. Een tas van een merk die ik niet kan uitspreken. Jacques me. Ik weet niet, ik ga het eens proberen. I love it. Ik moest echt een goede witte tas hebben. Wat nou met de zomer? Ik draag veel nude, veel wit. In de winter echt nooit. Hè. In de winter, ik draag echt zelden wit. Dus heb ik niet echt behoefte aan een witte tas. Maar nu wel. Dus I love it. Deze is echt super cute. En ja, ik vind hem gewoon ook heel leuk. En dit is ook goud. En ik draag altijd alleen maar goud. Zoals je kunt zien, alles is altijd goud. Dus dit past echt heel goed bij heel veel looks. En hij is niet al te groot en niet al te klein. Dus hier ben ik echt blij mee. We gaan verder met een skincare van Pixi. Laten we kijken wat dit is. Oeh, ik vind Pixi PR altijd zo leuk. Want het is altijd zo mooi kleurrijk. Mooi verpakt. I love it. We hebben hier een clarifying mist. En we hebben blemish stickertjes. Voor als je een blemish hebt, dan plak je die erop en dan gaat het weg binnen één dag of zo. I'm not sure. Dus oké. Okay. Dus ook echt heel leuk. Laten we gewoon verder gaan met de make-up. Kiko heeft mij echt super veel make-up gestuurd. Allemaal van de Beauty Roar collectie. Dus ook heel leuk. Maar ik weet niet of die collectie nog te halen is. Ik vind dit wel echt een super leuke make-up bag. Zoals je ziet is alles echt helemaal verpakt. Ik ga ook niet alles helemaal openmaken, want dat is echt gewoon too much. Maar ik heb echt super veel gehad. Ik heb lipsticks gehad, lip balm, heel veel potloodjes. Hier nog allemaal van alles. Ik ga hier wel eventjes iets van openmaken, dat we wel iets kunnen zien. Maar het is echt alsof ze me gewoon echt letterlijk de hele collectie hebben gestuurd. Flawless Face Palette. Hele mooie lichte oranje kleur. Oké, dit is geen goed begin. Hij valt er gewoon letterlijk uit. Oké dan, Kiko. Dit is wat erin zit, zat. Zo moet hij zijn. Voor een gezichtspaletje vind ik dit echt te klein. Hoe moet heel mijn grote blushkwast of whatever hierin? Nou, oké. Okay. Dat is echt een faal. Laten we een andere openen. Misschien is die wel goed. Laten we naar de eyebrow fixing gel gaan. Een heel paletje voor een eyebrow fixing gel. Ook weer exact net als die andere. Hopelijk valt dit niet uit elkaar. Het is gewoon een clear gel. Oké, okay, wel heel groot voor zo'n klein product. Jongens, ik ben tot nu toe echt geen fan. Wacht, ik ga gewoon nog iets openen. Oogschaduw. Laten we kijken naar de oogschaduw. Ook weer exact die verpakking, maar nou in het mooi wit. Deze kleuren zijn op zich wel mooi. Wel heel basic, maar wel mooi. Oké. Okay. Ik moet wel zeggen, dit is echt een ideale tas. Want hij heeft echt zo drie vakjes. Je kunt hier iets in doen, je kunt hier in het midden iets in doen en hier. Echt ideaal. Kijk, en dan kan hij gewoon zo mee. Echt een top. We gaan verder met dit pakket. Volgens mij is dit make-up. Er valt al iets uit van Mason PR. Dat is een PR-bureau. Oeh, geel. Wat is dit dan? Is het van Huda Beauty? Ja, van Huda Beauty van Wishful. Wishful Skincare. I love it. Oh my goodness. Wishful Scrub. Dit is een scrub. En Wishful Get Clean Gentle Foam en Cleanser. Dus een gezichtscleanser. Oh, wat leuk. Oké, dit vind ik wel echt heel leuk. Ook echt een hele groot ding. Ik verga hier echt van de hitte, jongens. Ik heb ook niet echt de beste belichting hier. Maar oké. Okay. We gaan verder met Chiquelle. Dit is ook een PR-pakketje. Jullie hebben Chiquelle al ook heel vaak gezien op mijn kanaal. I love hun kleding. Het is zulke goede kwaliteit. En het is echt ideaal voor de zomer. Want het is echt zomerse lentekleding. Dus laten we kijken. Ik heb ook alvast een kortingscode ook van Chiquelle voor jullie. Staat ook weer beneden in de beschrijving. Laten we kijken wat ik heb. Op zich weet ik het al, want ik heb het besteld. Maar het is al wel eventjes terug. Dus ik heb geen idee meer eigenlijk. Oeh, iets rood. Ik hou van rood. Het is mijn één van mijn fave kleuren. Ik denk iets van een jurkje. Oh, kijk hoe cute. Kappen nou. Dit is wel echt te leuk.
maat M. Ik had ook wel S kunnen doen, maar hij is kort. Dus altijd wanneer iets kort valt, pak ik altijd maat M. Want dan is het iets langer en met mijn heupen en zo moet dat echt. Maar hij is wel super stretchy en ik vind hem echt heel leuk. Ook dit zo hier zo bij je schouder. I love it. Echt super mooi. Oké, dan heb ik hier iets panterachtig. Ik hou van panter zoals je kunt zien. Ik heb het nu ook aan. Ik draag niet heel vaak print, maar wanneer ik het draag is het of bloemen of panter. Eén van de twee. Ik vind dit ook wel mooi. Nog een jurkje. Deze is wel echt... Ik weet niet of dit gaat staan met mijn lichaamsfiguur. Lichaamsfiguur met mijn figuur. Maar ik ga het gewoon proberen. Deze heb ik ook in maat M. In de kleur beige. Deze is echt super leuk. Jongens, ik ben echt aan het inslaan voor de zomer. Want hij is er al bekend. Oké, nou iets zwarts. Mijn fave kleur is zwart. Oh, een bodysuit. Een off-shoulder basic zwarte bodysuit. Altijd handig om te hebben. Deze heb ik denk ik ook in maat M. Ja, maat M. Als je midden in twee maten zit, pak de grootste maat. Want het kan echt klein uitvallen bij hun. Maar dit is gewoon een basic zwarte bodysuit. En I love it. En last but not least, bloemetjes. Ik had dat nog niet eens gezien. En ik heb al net gezegd, de enige twee printjes die ik draag zijn dus bloemen en een panter. En dat bewijst dit ook weer. Deze is heel mooi. Hij is een beetje oranje. Ik heb hem in maat M ook. Alles gemaakt maat M. Oeh, ook een jurkje. Ik weet allemaal niet hoe dit mij gaat staan, jongens. Maar ik ga het gewoon proberen. En we will see. En anders maak ik er iemand anders blij mee. Dus dit was van Chiquelle. Dan ga ik verder met een pakketje van Shein. Jongens, dit is geen PR. Dit heb ik gewoon betaald. Ik kwam erachter. Ik hou heel erg van blouses. Ik draag bijna echt alleen maar blouses. En ik kwam erachter dat letterlijk al mijn blouses lange mouwen hebben. En nou, met het warme weer, ik dacht bij mijn eigen, oké, waar kan ik gewoon zo snel mogelijk, zoveel mogelijk blouses inslaan zonder mouw. Shein. Dus dat heb ik gedaan. Dus dit zit bijna helemaal vol met alleen maar blouses. Ik ga stuk om deel. Laten we kijken wat ik allemaal heb besteld. Want ook hierbij weet ik het niet echt meer. En alles was spot goedkoop. Waren echt like 8 euro, 10 euro. Echt niet te doen. Oh, en ik heb één tas daar ook besteld. In het goud. Want die had ik ook niet. Ik heb er echt veel. Maar ik had dus geen in het goud. Dus ik dacht, laat me die ook doen. Oeh, dit vind ik wel leuk. Ook een goed formaat. I love it. Leuk man dit. Ja. Leuke tas. Ik ben er echt blij mee. Super cute. Deze gaat zeker worden gebruikt. Oké, laten we gewoon beginnen met wat ik hier als eerste zie. Iets zwarts denk ik. Ik moet echt minder zwart gaan dragen. Oh my goodness. Een simpel groen blouseje. Ik vind die kleur groen wel echt fantastisch. Echt heel mooi. Deze heb ik in maat S. En hij valt zo hier zo mooi omlaag. En dat vind ik altijd echt super duper classy. Dus I love dit met een rokje. Een zwarte rok. Echt amazing. Next up. Blauw. Ik ben echt voor elke kleur gegaan. Ik ga stuk op mezelf. Dit is een blauw blouseje zonder een mouw. Ik zie wel dat hij een klein beetje doorschijnt. Dus er gaat wel een hemdje onder moeten. En dan moet je hem zo hier zo bij je keel zeg maar strikken. En dan heb je hier zo een mooi strikje. Hij is wel heel dun, dus heel fijn voor de zomerdagen. En ik heb hem in maat... Oh, maat S. Deze ook maat S. Dus het is een halterblouseje. Iets zwart met bloemetjes. Volgens mij is het een jurk. Die had ik ook gedaan. Ja. Kijk even dit. Stop it. Stop it. Deze was dus op de foto, niet op een model. En wanneer iets niet is op een model, hou ik echt mijn hart vast. Want dan moet ik echt gewoon gokken en hopen hoe dit gaat staan. Maar als ik er zo naar kijk, ik heb hem in maat S ook. Hij heeft ook echt stretch. Dit is wel echt heel leuk. Zwart en bloemen. En een combinatie van mijn twee fave dingen. Next up, een zwart blouseje met een beetje kant. I love kant. En deze heeft ook hier zo'n strik. Vind ik ook altijd heel leuk. Deze heb ik waarschijnlijk ook in maat S. Ook maat S. Ik denk dat hij een beetje klein gaat zijn. Oh, ik moet hem wel echt strijken. Nog een zwart blouseje, because I love it. Deze is echt simpel AF. Gewoon zo... simpel. Hij moet zo hier achter dicht bij je nek met knoopjes. Gewoon heel simpel zwart blouseje. Echt te combineren met echt like alles. Broek, rok, wat je wilt. Deze heb ik ook in maat S. Oeh, roze. Ik ben echt letterlijk voor elke kleur gegaan. Want dan heb ik gewoon voor elke look een goede kleur. Deze heb ik in maat S ook. Dat zie ik gelijk. Ik heb denk ik bijna alles in S. Kijk hoe cute. Kijk deze mouwtjes, jongens. Is dit niet te schattig? Roze is mijn fave kleur, dus... dit is echt amazing. En ook goede kwaliteit. Hij schijnt niet echt extreem door. Dus dat is wel fijn. Iets met stipjes. Ben ik ook altijd wel een fan van. Zwart met witte stippen.
ook weer een halte. Jullie worden echt helemaal gek van mij, maar ik ga stuk. Deze moet je volgens mij of op de zij of achter knopen. Ik weet niet precies. Maar het is gewoon zo'n klein blouseje in maat S ook. Hier iets nudes met zwart. Oh ja, deze herinner ik me nog. Ik wilde ook iets beetje aparts hebben, zeg maar. Met een zwarte rok of een zwarte broek of whatever. Dus dit leek mij echt heel leuk. Kijk dit. I love it. En hier zo bij de nek is zo'n stretch. En het gaat zo, zeg maar, echt strak om je nek heen. En deze heb ik in maat. Ik zie niet welke maat ik heb, maar het moet gewoon S. Oh, hier. Ja, ook maat S. En dan het laatste van Shein. Dat is dit. Iets nude. Ik moet ook altijd iets nude hebben. Moet. Oh, wauw. Dit is echt super chic. Kijk even dit. I love it. Deze is ook maat S. Ja, deze vind ik wel echt fantastisch. Je moet hem wel even strijken of steamen. Maar dit is wel echt fantastisch. I love it. En dan nog een mega pakket van Kruidvat. Super groot. Laten we hem openmaken. Oeh, kijk even dit. Dit is ook gewoon allemaal PR. Wat leuk. Wat is dit dan? Pads. Ik heb hier talkpoeder. Eau de toilette. Shower gel. Nog meer voor de douche. Nog een eau de toilette. En een heleboel make-up van Rimmel London. Oeh, deze zijn ook altijd echt heel fijn. Ik ben echt de grootste fan van Kruidvat ondergoed. Dat heb ik al heel vaak verteld. Laten we kijken wat hierin zit. Is echt, oh, wat is dit dan? Oh, vroeger had ik deze altijd zoveel. Dit is echt super duper leuk. Echt heel old school. En hier is echt een heleboel make-up van Rimmel London. Wat is dit dan? Ice popsicle. Ik denk dat die in de vriezer moet of zo. I'm not sure. Oeh, een biologische vrieslolly. Oh, dat vind ik wel echt heel leuk. Jongens, als dit erop staat, deze groene, dan is het altijd bio. Dus hier ben ik echt heel blij mee. Deze ga ik echt eten. En dan ook nog een grote tas. En that's it. Nou mensen, dit was het dan. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video en het weer leuk vonden. Als je meer van dit soort video's wilt zien, let me know, want dan maak ik ze vaker. En laat mij in de reacties weten wat vond jij het leukste. En alles wat ik vandaag heb laten zien, als het kan, gaat het ook beneden in de beschrijving. En ja, zoals altijd hoop ik gewoon weer dat jullie hebben genoten van de video. Nou, of vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!